Er zijn diverse energievormen in deze wereld en we gaan er deze keer een aantal in het voetlicht zetten. We gaan even van start. De belangrijkste energiesoort, althans dat vind ik, dat is de bewegingsenergie. Een ander woord voor bewegingsenergie is kinetische energie. Kijk om je heen, alles wat beweegt heeft energie. We gaan even kijken waar die energie van afhangt. Stel je voor, je hebt een pistool. En je schiet een kogeltje af. Kijk, ga je doen. Dat is niet zoveel, hè? We doen nog een keer een beetje meer power. Zo. Ja, en dan zie je dus hoe meer snelheid, hoe meer energie in zijn kogel heeft. Kortom, hogere snelheid, hogere of grotere energie. Snelheid V. Iets anders. Stel je voor, ja, je hebt een stoomlocomotief of een mol op een fiets en die hebben dezelfde snelheid, ja, dan kun je beter die fiets tegenhouden dan die locomotief. Kortom, grotere massa betekent ook een grotere energie, dus het heeft te maken met snelheid en met massa. En je kunt de kinetische energie dan berekenen met een half mal m mal v kwadraat. Hierbij is v de snelheid in meters per seconde, m de massa in kilogram. En als je dat goed invult en correct berekent, dan krijg je tenslotte de kinetische energie in joules. Let dus goed op dat je de snelheid ook in kwadraat doet. Oftewel, de snelheid is heel belangrijk. Als de snelheid twee keer zo groot wordt, dan wordt de energie niet twee keer zo groot, maar vier keer zo groot. Vanwege kwadraat. Snelheid heeft dus een grotere invloed op de kinetische energie dan de massa. Oké, we gaan verder. Kijk, dit is een andere manier om energie te krijgen. Namelijk water die naar beneden toestroomt en die gaat een rad in beweging draaien. En daardoor krijg je dus ook weer een energiebron. En je kunt je afvragen van, hey, wat is nu het verschil tussen het water aan de bovenkant en aan de onderkant? Het is een rivier, dus het stroomt gewoon, huppakee, mooi naar beneden toe. Dat is de hoogte. Iets wat een bepaalde hoogte heeft, heeft ook energie. En die energie die noemen we hoogte- of zwaarte-energie. En die bereken je eenvoudig met de zwaarte-energie is gelijk aan m mal g mal h. Hierbij is h de hoogte in meters. G is de valversnelling en dat is hier in Nederland 9,81 meter per seconde in kwadraat. Trouwens, dat mag je voor de hele aarde wel aannemen. M is de massa van het voorwerp en dat moet weer in kilogram. En als je alles correct invult en berekent, dan krijg je de zwaarte-energie en dat is in joules. Oké, deze twee energievormen zijn belangrijk. We zullen later nog een andere soort energievorm tegenkomen, namelijk de veerenergie. Maar dat is van latere zorg. Nu eerst. Kijk, deze persoon verricht ontzettend veel arbeid en om die arbeid te kunnen verrichten, moeten zijn spieren natuurlijk wel energie krijgen. En daarvoor heeft hij allemaal energiedrankjes en dergelijke. En zo krijgt hij energie tot zich, maar je ziet dat maar een klein deel van de energie die hij in zich neemt, ook daadwerkelijk om wordt gezet in arbeid. En dat betekent dus dat je behoorlijk wat energieverlies hebt. En een klein deel is maar nuttig. Oftewel, het nuttige deel, die kun je natuurlijk berekenen met F mal S, is maar een klein stukje van wat je instopt. En dat is wat wordt bedoeld met rendement. Rendement is het percentage van energie die nuttig wordt gebruikt. En hoeveel rendement heeft hier de marathonloper? Wel, je stopt er 1,5 in, je krijgt slechts 0,3 eruit, oftewel, het rendement is 0,3 gedeeld door 1,5 maal 100 is 20%. Dus 20% wordt nuttig gebruikt. Rendement. Eventjes op een rijtje. Voor rendement. Het symbool is de Griekse letter eta. Je mag voor het gemak ook gewoon de n neerzetten. En het rendement kun je berekenen door het nuttige te delen door alles wat je erin stopt. Maal 100%. Of je kunt ook in plaats van nuttige energie spreken van
de nuttige arbeid die je eruit haalt, maal 100%. En eenheid is er eigenlijk niet, want je deelt twee dezelfde dingen op elkaar. Je zou eventueel kunnen zeggen van oké, als eenheid is het procent, maar officieel heeft het geen eenheid. Energie naar spieren toe, maar in plaats van spieren kun je natuurlijk ook een machine nemen, word je minder moe van. Maar dan heb je geen voedsel nodig, maar je hebt, wat is voedsel voor een machine? Precies, brandstof. En brandstof, dan denk je bijvoorbeeld aan steenkool, machine, diesel, al dat soort zaken heeft energie in zich. En energie in een brandstof, dat wordt stookwaarde genoemd. En wat is stookwaarde? Stookwaarde is de energie die vrijkomt als je 1 kilogram of 1 kubieke meter gaat verbranden. En die 1 kilogram of 1 kubieke meter is afhankelijk van de brandstof. Als het brandstof vast is, steenkool bijvoorbeeld, dan doen we het per kilogram. En als het vloeibaar is, dan doen we het per kuub. 1 kuub is hetzelfde als 1000 liter. Die stookwaarden die staan in BINAS. Tabel 28b, daar staan allerlei brandstoffen met hun stookwaarden. Er zijn twee kolommetjes, maar gebruik vooral de eerste kolom. De tweede kolom gaat over kilowattuur en dat is vooral met elektriciteit en met arbeid en energie zul je vooral de eerste kolom nodig hebben. Ook van belang is dat je ziet dat er boven staat de eenheid en voor vaste stoffen per kilogram, voor vloeistoffen per kubieke meter. En let ook op dat je het nog maal 10 tot de macht 6 of maal 10 tot de macht 9 moet doen. Dus niet zomaar een getalletje overnemen. Nee, ook even kijken wat er boven staat. Nog eventjes kijken naar dat stukje verlies wat vrijkomt. Dat verlies komt vrij in de vorm van warmte. En warmte is dan ook een vorm van energie. Naast beweging en zwaartenergie hebben we dus hier een derde vorm van energie, namelijk warmte. En warmte is de hoofdletter Q als symbool, hebben we eerder gehad. Warmte wordt vaak veroorzaakt door wrijving. Wrijving veroorzaakt warmte. Wrijf maar eens met je handen over elkaar heen, dan worden je handen warm. En je kunt die berekenen met arbeid is F keer S, dus wrijvingskracht maal verplaatsing. Heb je dus een blokje, dat schuift naar rechts toe. En dan krijg je dus een wrijvingskracht naar links. En die wrijvingskracht veroorzaakt dus een warmte. En die warmte kun je berekenen met wrijvingskracht maal verplaatsing. We hebben dus heel veel energievormen gehad. En lang niet alles natuurlijk. Hè. Bewegingsenergie hebben we gehad, hoogte, zwaarteenergie, warmte. Maar je hebt chemische energie, kernenergie, veerenergie. En noem maar wat op, er zijn heel veel. Maar die bewegingsenergie, dat heeft een aparte status. Dat is, noem maar kinetische energie. En alle andere soorten energieën samen, die vormen de groep potentiële energie. Die hebben in zich om een beweging te kunnen laten uitvoeren. Ze hebben de potentie om dat te doen. Oké, dat was het weer. We gaan eventjes weer ervandoor. Lekker rusten. Tot de volgende keer.